Goedemiddag, mijn naam is Perry Dekker. Welkom bij de Crea Doe Online Cocktail Workshop. We zijn hier vandaag te gast bij Beach Club Breeze op het gezellige strand van Schravenzanden. En we gaan vandaag een aantal mooie cocktails, gin tonic en een alcoholvrije cocktail samen met jullie shaken. We gaan iets tofs doen met wat watermeloen en een verse basilicum. We starten met een mooie sour cocktail op basis van wat sinaasappellikeur en persiklikeur. Een beetje gepasteuriseerd eiwit en limoen. En we gaan er een toffe middag van maken. Jullie hebben als het goed is de boodschappen in huis gehaald. En ik ga jullie stap voor stap toelichten en tips en tricks geven hoe we die drankjes zo lekker mogelijk maken. Zodat jullie er thuis van kunnen gaan genieten. Voordat we dat doen, vind ik dat wel interessant om een klein stukje geschiedenis te vertellen over hoe cocktails zijn ontstaan. Wij geloven in de volgende theorie. Rond 1920 is er een flinke drooglegging geweest in Amerika. Dus dat houdt in een verbod en een verbod op, op het drinken, dus het nuttigen, en op het produceren van alcohol. En mensen waren in die tijd in Amerika wel gewend al aan mooie bourbons, whiskies, destillaten. En dat zou nogal wat zijn, zeg maar. Stel je voor dat in Nederland vanaf volgende week dat er een verbod komt op alcohol. Ja, wat krijg je dan voor situatie? Je krijgt illegale stook, illegale handel in toch alcoholische producten. En dat geschiedde ook rond 1920 in Amerika. Dus een hoop moonshine-stokers, zeg maar, die kwamen toch wel op. En de kwaliteit van die spirits, dus bourbon, whisky, rum. Ja, dat was gewoon verschrikkelijk slecht, omdat dat eigenlijk in schuurtjes met slechte apparatuur werd dat gestookt. En het was niet echt prettig en comfortabel genieten van een glas whisky. En toen zijn de eerste stappen in de cocktailwereld zijn daarin gezet. Dus ze zijn die rauwe kwaliteit qua spirits, dat zijn ze gaan combineren met mooie specerijen, met zoetstoffen, met zuren, met eiwit, om dat eigenlijk zachter te krijgen. Een ronde mondgevoel. En daar liggen eigenlijk de eerste stappen van de geschiedenis van cocktails. Tof om te weten. Ik zou zeggen, we gaan lekker starten met het eerste drankje. De eerste cocktail die we gaan maken heet de Fruit Fellas. En de gedachte daarachter is, het is een cocktail op basis van triple sec. Dat is sinaasappellikeur en peach tree, dat is persiklikeur. Er gaat wat gepasteuriseerd eiwit bij, wat limoensap en wat rozemarijn. En ik ga jullie stap voor stap uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Stap 1. Ik gebruik een whiskyglas. Daar gaan we de cocktail uiteindelijk in serveren. En als we een cocktail gaan shaken, dan is eigenlijk de eerste stap het chillen van ons glas. En dat houdt in, een cocktail behoudt zijn kwaliteit het beste als het mooi gekoeld is. Dus we willen de cocktail serveren in een koud glas. Dus we gaan ons glas lekker vol scheppen met ijs. Zodat tijdens de bereiding van de cocktails, dat ons glas in ieder geval lekker voorgekoeld is. Maar gewoon lekker flink wat ijs. Dat gaat er zo weer uit. Geen probleem. Die zetten we even aan de zijkant, zodat jullie lekker mee kunnen blijven kijken. Goed, Fruit Fellas, hoe gaan we die maken? Jullie hebben als goed is een cocktail shaker klaarstaan thuis. Nou, die zou ik lekker op je barblad of op je keukenblad zetten. En dan gaan we beginnen met 20 centiliter gepasteuriseerd eiwit. Je kunt eventueel ook een vers ei gebruiken. Dat klinkt heel spannend, maar in de meeste cocktailbars in Nederland wordt gewoon gewerkt met vers eiwit. Dus mocht je een eitje in de koelkast hebben liggen, pak die er lekker bij. We hebben 20 milliliter gepasteuriseerd eiwit nodig. Ik werk met een jigger, ook wel een maatbekertje. Deze kant is 40, deze kant is 20. Dat is handig gereedschap en dat gaan we zeker nog vaker tegenkomen vanmiddag. Dus 20 milliliter. Hartstikke idee. Wat doet eiwit in een cocktail? Eiwit zorgt voor een mooie foamlaag eigenlijk op de sour. En we drinken de sour in principe uit het glas. En dat zorgt voor een heel zacht en rond mondgevoel.
Als we met eiwit werken, maakt niet uit of het vers is of gepasteuriseerd, moeten we altijd een dry shake toepassen. Dat houdt in, alleen het eiwit gaan we zo heel even loskloppen om eigenlijk te activeren en te zorgen dat het zijn werk doet en dat het dus een mooie foam laag geeft. Dus nou, je mag je shaker afsluiten. Klein tikje erop. Als we shaken, dan shaken we altijd met de opening van de shaker naar ons toe. Dus we draaien de shaker om. En dan geven we het eigenlijk 10 tot 15 seconden even een flinke shake. Ja, om dat eiwit dus eigenlijk te activeren. Daar gaan we. Cool. Eiwit gaat terug in de shaker. En dan gaan wij beginnen met onze ingrediënten. Het is een sour op basis van peach tree, perziklikeur en triple sec. Dus we hebben tonen van perzik en sinaasappel. En van beide likeuren gaat er 40 milliliter in. Pakken we opnieuw onze jigger. Deze kant is 40, deze kant is 20. Dat is 1. Triple sec, sinaasappellikeur. Dat is 2. We hebben nu redelijk wat zoetheid natuurlijk in onze shaker. Daar willen we ook wat frisse zuren tegenaan zetten. Ik werk met limoensap. Limoensap geeft toch een mooie frisse zure bijt. En dat werkt echt mega met de zoetheid uit de likeur. Dus ik heb hier al wat limoenen klaar liggen. In principe zijn we op zoek naar 20 centiliter limoensap. Dus we pakken weer onze jigger. Even kijken waar ik de citroenpers heb gelaten. 1 seconde. Yes. Nou, spot on. Precies 20 milliliter. Goed. Volgende stap is, jullie mogen de shaker thuis volledig vullen met ijsblokjes. En dan gaan we dit 10 tot 15 seconden goed stevig shaken. Je mag echt even lekker lang en hard shaken om te zorgen dat we echt een mooie schuimkraag krijgen. We sluiten de shaker weer af. Klein tikje om hem dicht te doen. We shaken altijd met de opening naar ons toe. Mocht de shaker openklappen, zit je zelf onder en niet je gasten. Handige tip voor de horeca mensen in de zaal. Cool, daar gaan we. 10 tot 15 seconden stevig shaken. Klappen. Deze gaat hierheen. We hebben hier ons voorgekoelde glas. Daar zit natuurlijk al wat smeltwater in. Dat ijs dumpen we in onze ijsbak. Kunnen we opnieuw hergebruiken. En dan gaan we onze cocktail uitserveren. We hebben mooi stevig geshaked. Dat houdt in dat we een mooie schuimkraag hebben. We gaan hem uitschenken. Mooie volle schuimkraag. En dan werken we met een mooie spring of rozemarijn. Daarmee garneren we de cocktail af. Brengt een mooie frisse kruidigheid aan die mooie fruitige balans. Gaat een klein beetje, limoenpart in het glas. À la Jamie Oliver. Wat rozemarijn. En daar hebben we hem. Onze eerste cocktail, de Fruit Fellas. Gebaseerd op tonen van sinaasappel, peach, beetje limoen, klein beetje gepasteuriseerd eiwit.
afgemaakt met wat limoen en rozemarijn. Ik zeg cheers, geniet ervan. Zo, en we zijn weer terug. Ik ben erg benieuwd wat jullie reacties zijn op de Fruit Vella cocktail, eerste cocktail. Als het goed is kunnen jullie in de chat ook vragen stellen. Misschien dat het tof is als jullie ook even een reactie versturen hoe die smaakt. Ik ga hem zelf even proeven. Ja, precies hoe je hem wil hebben. Normaal kan de liqueur toch best wel zoet zijn en nu is het gewoon heel fris. De fruitvellers die zetten we lekker aan de zijkant. En dan gaan wij verder met onze volgende alcoholvrije cocktail. We gaan een mooie creatie maken op basis van wat watermeloen. We hebben wat gingerbeer ingekocht, aardbei, een beetje limoen en wat verse munt. Ik ga jullie hier weer stap voor stap doorheen guiden. Bij de Fruit Vella zijn we begonnen met het chillen van ons glas. Dat gaan we weer doen. Deze cocktail wordt geserveerd in een wijnglas. Nou, die heeft iedereen thuis wel in de keukenkastje staan, denk ik. Dus je mag een wijnglas voor 3/4 vullen met crustijs. Om hem lekker koud te maken. Goed. Die plaatsen we hier. Die is lekker aan het koelen. We gaan starten met onze shaker. Die hebben we lekker schoongespoeld.
En we gaan als eerste onze watermeloen aansnijden. En ja, die gaan we lekker muddelen in de shaker. Als het goed is hebben jullie thuis ook wat watermeloen klaar liggen. Nou, we hebben een flinke jongen ingekocht. Die gaan we eens even mooi door de helft choppen. Ja, chic idee. Nou, er is nog voldoende over voor de rest van het gezin of de vrienden. Watermeloen snijden we door de helft. De helft choppen we nog een keer door de helft. Dus dan hebben we eigenlijk een mooie grote part. En die gaat nog één keer door de helft. Mest er een beetje insteken. Uitkijken voor de vingers. Dit is de hoeveelheid die we om en nabij nodig hebben. We willen alleen het ja, mooie zachte rode vruchtvlees willen we gebruiken. Dus die gaan wij mooi lossnijden. Het scheel verwijderen we. En hier pakken we ongeveer 3/4 van. Goed, dit gaan we in onze shaker gaan we dit uiteindelijk mooi pureren met onze muddler. Dus we kunnen eigenlijk in een aantal mooie blokken snijden. En die gaan in onze shaker. Ingrediënt 1. In de cocktailwereld werken we veel met muddlers. Dat zie je ook in de keuken. Dat is eigenlijk een soort vijzel. Wij hebben een grote stevige muddler en daarmee kunnen we eigenlijk onze, ja, onze fruitsoort, maar bijvoorbeeld ook mooie fruitschillen, zoals sinaasappel of limoenschillen, waar mooie bitters in zitten, die kunnen we eigenlijk ja, een mooie push geven om te zorgen dat het mooi vloeibaar wordt en dus beter in ons drankje blendt. Cool. Dus we gaan onze watermeloen lekker muddelen tot een mooie gladde emulsie. Het geeft niet als er wat zwarte pitjes in de shaker zitten, omdat later bij het uitschenken van de cocktail fijn strainen we hem en worden eventuele pitten worden eruit gezeefd. Een volgende ingrediënt is wat aardbeiensap. Heb ik ingekocht en daarvan gebruiken we 40 milliliter. Dus het grote deel van de shaker, 20 ml, 40 ml. Plaatsen we ook in de shaker. We hebben 15 milliliter suikerwater nodig. 20 ml afmeting, dus net iets onder de rand. Om de Watermelon Vibes, naam van de cocktail, een fris karakter te geven, zijn we weer op zoek naar een mooi zuurtje in de vorm van limoensap. Dus we pakken de limoen, snijden we door de helft. Pakken weer onze citruspers. In de Watermelon Vibes gaat 15 milliliter limoensap, dus het kleine deel van de maatbeker, en ongeveer een halve centimeter onder de rand. Mooi vers fruit, geeft veel sap af. Dan missen we nog twee ingrediënten. Verse munt staat op tafel en wat gingerbeer. Gingerbeer is koolzuurhoudend. Ja, dat shaken we niet mee, maar daar toppen we de cocktail mee af. Koolzuurhoudende dranken zoals 7-Up, Sparoot, cola, ja, kun je beter niet mee shaken, omdat dan ja, het risico nog groter wordt dat er een shaker openklapt en dat ja, willen we niet. Munt gebruiken we zo bij het afgarneren van de cocktail. Dus we gaan de cocktail vullen met ijs. Lekker stevig shaken, 10 tot 15 seconden. En dan ja, gaan we eens kijken wat we ervan gemaakt hebben samen. Shaker weer volledig vullen met ijs. Mag lekker over de rand, geen enkel probleem. Shaker sluiten we af. Tien tot 15 seconden stevig shaken.
Nou, het ruikt al enorm aromatisch. Goed teken. Goed. Ons gekoelde glas. Hebben we weer wat smeltwater in. Dus we gaan ons ijs vervangen. Dit ijs gaat eruit. En we vullen het glas opnieuw met crustijs. Maar dan zonder smeltwater. Om te zorgen dat ons drankje kwalitatief gewoon zo lang mogelijk goed blijft. Je kan eventueel met een lepel of met een ander stukje gereedschap het laatste ijs er een beetje uitvegen. En dan eigenlijk opnieuw vullen met vers ijs. We werken met crustijs voor de Watermelon Vibes. Glas volledig vullen met crustijs. En dan gaan we de cocktail fijn strainen. We hebben het net over pitten gehad uit de watermeloen. Dus de strainer plaatsen we op de shaker. Ik heb hier een klein zeefje. Kan eventueel ook met een vergiet. Of met een zeef uit de keuken. Die plaatsen we boven het glas. En we strainen hem dus eigenlijk dubbel. Klein beetje. Nou, mooie, felle rode kleur. Dat ziet er allemaal top uit. Kijk of het een klein beetje doorloopt. Cool. Dit gaat deze kant op. Dan hebben we nog twee ingrediënten te gaan. We hebben wat gingerbeer en wat verse munt. Gingerbeer heb ik hier staan. Die openen wij. En dan schenken wij de cocktail bij tot om en bij een centimeter onder de rand. Dan kunnen we het met onze barspoon een kleine omwenteling geven vanaf de bodem. Om te zorgen dat alles mooi blendt. Hele mooie oranje gloed. Dat ziet er echt super, super nice uit. Een soort zonsondergang idee. We maken de cocktail af met nog een kleine schep crustijs. En wat limoen en verse munt. We hebben hier een mooie munt staan. Ik werk altijd met de mooie toppen van de munt, zeg maar. Visueel ziet dat er gewoon super tof uit. Dan kan je hem een kleine tik in je hand geven, zeg maar, om te zorgen dat de aroma's uit de munt mooi loskomen. Nou, die plaatsen wij mooi boven in het glas. We werken weer met een mooie limoenpart. Ik geef niet als er een beetje ijs afvalt. Hierin gaan we wel voor twee rietjes. Oh, deze is er terug op. En daar hebben we de Watermelon Vibes. Combinatie van aardbei, verse watermeloen, een klein beetje limoensap, gingerbeer, crustijs. Ik zeg cheers jongens, geniet ervan. Oh,
Cool, daar zijn we weer. Ik ben super benieuwd wat jullie reacties zijn op de Watermelon Vibes. Laat even weten in de chat hoe die smaakt. Ja, bij ons smaakt die best wel zacht, fruitig, licht zuurtje. Ik ben benieuwd hoe die thuis bij jullie smaakt. Tip vanuit de bartender. Ja, werk altijd schoon en geordend en netjes. Ik zie dat ik dit soort van ben vergeten. Maar ja, we gaan even lekker onze werkplek ordenen. Dus eventuele ijsresten, ja, dat ruimen we even lekker op. Fruit bij elkaar. Ja, we zorgen eigenlijk dat we gewoon weer even netjes gestructureerd werken. Shakers natuurlijk. Altijd schoonmaken en zorgen dat weer strak in je cocktailstation staat. Gaan we zo lekker afspoelen. En dan gaan we langzamerhand, we plaatsen de Watermelon Vibes lekker aan de zijkant. En dan gaan we door naar onze gin tonic. Worry less, beach more. Goed motto, wat we bij Beach Club Breeze in Schravenzanden ook zeker een warm hart toedragen. Ja, geniet van de zon, geniet van het leven op het strand. Mooie gin tonic. Gin tonic is natuurlijk echt wel een klassiek drankje. Staat vaak bekend om de bitters, kruidigheid, een beetje droge, strakke tonen. Wij hebben een mooie gin tonic ontwikkeld. Waarin we juist een beetje wegblijven van het bittere kruidige. Maar we maken het heel zacht en zwoel. We gaan werken met Hendrix Gin. Ongetwijfeld wel eens van gehoord. Hele mooie, zachte, aromatische, kruidige gin. We hebben wat verse framboos ingekocht. Verse basilicum. En daar gaan we dus een mooie creatie van maken. We gaan werken met Fever Tree Tonic. Is een elderflower tonic. Tonic heeft normaal ook wel wat bittere tonen. Elderflower. Nederlandse vlierbloesem. Ja, dat maakt het echt rond, zacht mondgevoel. Dus we gaan een hele mooie zomers gin tonic maken. Zowel bij de Fruit Fellas als bij de Watermelon Vibes chillen we ons glas. Dat gaan we bij deze ook weer doen. En dan gaan we onze ingrediënten verzamelen. We werken met ijsklontjes in plaats van crushijs. Als je thuis een mooi groot wijnglas hebt, of zoals ons hier een mooi gin tonic glas, dat werkt prima. We werken met veel ijs, dus een ruim glas is zeker aanbevolen. Cool. We werken met Hendrix Gin. Die leent zich gewoon heel mooi voor deze fruitige, zachte combinaties. En we hebben 50 milliliter nodig. Dus 1 keer 40 en dan draaien we hem om met 1 keer 10. Dat zijn er 40. En dan de helft van 20. Cool. We werken met verse frambozen. Ik heb er een stuk of 5, 6 op een mooie prikker gedaan. Die gaan we zo gebruiken. En wat verse basilicum. Maar we poren hier overheen, schenken wat elderflower tonic. Mooie vlierbloesem tonic water. Super zacht en fruitig. Die gaan wij openen. En in principe gaat hij er volledig bij. Mooi bruisend tonic water. Cool. Dan gaan wij onze mooie frambozenstick toevoegen. En ik heb hier een mooi glas met volle basilicumbladeren staan. Wees niet te zuinig. Mag echt wel gewoon een goede bos basilicum achter in het glas. Wat echt super veel aroma afgeeft. En dat in combinatie met lichte bitters uit de tonic en kruidigheid uit de gin. Dat zwoele, zachte, fruitige uit de framboos. Dat is echt fenomenaal. Gin tonic, zoals je hem nog nooit gedronken hebt. Frambozen mogen lekker zwemmen in de gin tonic. Twee mooie korte rietjes had ik al klaarstaan. Die gaan hierbij. En dan serveren wij u onze gin tonic.
Worry Less, Beach Boy. Mooie combinatie van verse framboos, super frisse basilicum, elderflower, dus vlierbloesem tonic water en Hendrix Gin. Ik zou zeggen, geniet ervan en ja, laat in de comments weten hoe die smaakt. Cheers guys en girls.
Zo, en we zijn weer terug. Ik ben echt benieuwd wat jullie van onze gin tonic vinden. De Worry Less Beats More. Ja, laat het weten in de comments. Ja, super tof jongens. We hebben een mooie fris-zurige cocktail gemaakt. Op basis van sinaasappel en peach. We hebben een mooie alcoholvrije gemaakt. Combinatie met watermeloen en aardbei. En nu dan een frisse, best wel een creatieve gin tonic. We werken natuurlijk best wel met toffe ingrediënten. Basilicum, framboos, gember, aardbei, watermeloen. Mocht je dit niet lekker vinden, kun je dat best wel makkelijk omturnen naar eventuele andere ingrediënten. Als je basilicum niet lekker zou vinden, kan het ook hartstikke chill met bijvoorbeeld verse munt. Framboos zou je kunnen wijzigen naar ananas, mango, aardbei. Dat geldt eigenlijk voor de sour geldt dat ook. Daar hebben we nu dan sinaasappel of triple sec en peach tree in gebruikt. Maar dat zou bijvoorbeeld ook heel mooi kunnen met liqueur 43, met passoa, met amaretto. Met dat soort zoete liqueuren, zeg maar. Super tof. Ik heb nog klaar een paar kleine tips voor jullie. Als je van de zomer een leuke barbecue hebt of een leuk feestje in de achtertuin en je wil wat leuke drankjes maken. Ja, hou altijd rekening met cocktails of gin tonics of iets van een sour of een mixdrankje. Zoet is over het algemeen een smaak. Het is een hele makkelijke smaak, maar het is ook een smaak die wel snel gaat vervelen. Je merkt dat wij zeg maar hier tijdens deze workshop dat we best wel veel met kruiden, vers fruit, citrusvruchten werken. En dat is eigenlijk om die zoetheid een beetje te breken. Dus dat is sowieso een tip. Werk niet alleen maar met 7-Up, met Hugo, met liqueur 43. Maar tenminste, dat kan wel, maar zet daar ook een beetje frisse zure of frisse kruiden tegenover. Super tof. Ik hoop dat jullie het naar je zin gehad hebben. Mochten er nog vragen zijn, stel ze in de chat. En dan wil ik jullie vanuit Creadu sowieso hartstikke bedanken voor de deelname aan de cocktail workshop. Gehost bij Beach Club Breeze. In Schavenzanden. En hopelijk tot snel bij ons op het terras. Zie jullie snel. Cheers!